Zo, het is vrijdagmorgen en de laatste dagen is de watertemperatuur wat omlaag gegaan, omdat het, het niet meer zo warm is en vooral 's nachts een stuk frisser. Dus we gaan het gewoon weer proberen en ik ben benieuwd, dus gewoon blijven kijken. En de eerste en gelijk een mooie. Hele mooi. We beginnen nu pas in de gaten te krijgen. Onder de boot. En dat wil ik niet. Genoeg, jongen. Binnen. Oké. Okay. Oh.
een meter. Het is een dunne. Nou, dit is een mooie vis en die is denk ik blij dat die muis tegen hier gekomen, want die had zijn kielrand aan de binnenkant zitten. Dus iemand heeft bij het onthaken niet goed opgelet en dan krijg je dat dat gebeurt. En dat is zonde, want dan raakt zo'n vis helemaal misvormd. Die heeft toch een lengte van 83. Zo jongen, je mag weer.
alle drie. Zo, de vrijdag zit erop en het was een leuke dag. Het waaide hard en de vissen sprongen niet vanzelf in de boot. Ik heb er keihard voor moeten werken, maar toch 6 mooie vissen kunnen vangen met een meter erbij. Dik tevreden. Ja, en de watertemperatuur nu 22,2, maar vanmorgen 20,2. Dus zeg maar even gemiddeld 21. En ik verwacht dat het de komende week nog iets verder omlaag gaat, want de nachten worden weer wat langer en de temperaturen worden allemaal wat minder heftig. Dus ik hoop dat het mee zit en dat we het gewone ritme weer op kunnen pakken. Maar ik zou zeggen, gewoon blijven kijken wat we zelf zien.